goed is, krijg ik als volgende gast Theo aan tafel. Ja, Theo, we moeten het een klein beetje fatsoeneren, denk ik. Kijk, welkom. Ik ben een beetje van me apropos, maar jij zet mij daar vast wel weer op. Kom wel weer goed. Precies. Zeker, ja. Jij bent geïnspireerd door de kruittocht die Henry heeft gelopen, hè? En daar heb jij eigenlijk ook een ander initiatief voor bedacht, volgens mij. Maar hoe is die inspiratie ontstaan toen jij meeliep? Ja, dat is ontstaan. Henry belde mij vorig jaar op een vrijdagavond, 9:00. Nou, de meeste mensen hebben dan weekend, maar hij was echt gedreven. Mm-hmm. En hebben we een hele tijd, ik denk wel 3 kwartier, met elkaar gesproken. En ik zei, uit respect voor wat u doet, ga ik een dag met je meelopen. En we hebben vorig jaar georganiseerd Give a Shit. Dat stond even los van de kruiwagenmars. Mm-hmm. Maar toen ben ik op vrijdag en zaterdag bij 11 boeren langs gereden. In elke provincie hadden we een boer. En die deed mee aan de actie Give a Shit. En toen die zondag, dat was de dag erop dat ik die boeren langs gereden ben, heb ik een dag meegelopen onder Brussel. En als je met elkaar loopt, dat is zo mooi, want je hebt tijd om te praten. En met lopen, je hoeft niet goed op de weg te letten, je een beetje op elkaar. En dus je hebt alle tijd. En toen is later ontstaan, want de boeren gingen met trekkers naar Den Haag. Mm-hmm. En wij zijn vooral met voedselproductie boeren bezig, want die aarde die voorziet ons van voedsel. En ik dacht van, hé, waarom... Dit gedachtegoed heeft een kruiwagen nodig, dat is de metafoor. Dus toen zijn we half oktober met kruiwagens naar Den Haag geweest. Mm-hmm. En we hadden een bus vol kinderen mee, want het is hun toekomst. Ja, mooi. En ik ben voorzitter van Symphony of Soils. Je noemde het al even, dat klinkt... Hé, het moet vanuit hoop. Nee, mm-hmm. Het moet niet, maar dat is beter. Ja, ja. Vanuit hoop. En... hoe krijg je mensen mee? Ik denk vooral vanuit hoop. En we hadden een bus vol kinderen mee uit Buitenpost, Friesland. En ik denk, al die kinderen, het zal niet zo zijn dat daar een kind zonder kruiwagen loopt. Dus we hadden een vrachtwagen vol met kruiwagens geladen, ook mee naar het Malieveld. En toen zijn we naar... we hadden een afspraak met minister Adema. Mm-hmm. En... ja, dat moet zo zijn. We troffen in hetzelfde gebouw mevrouw van der Wal. Ja, is dat toeval of valt je dat toe? Toeval bestaat niet, hè? Dus zeggen ze wel eens. Dat viel ons toe. Dus we hebben met mevrouw van der Wal gesproken, minister Adema en Caroline van der Plas. Die kwam spontaan naar buiten. Hmm. En we hadden er ook een band bij met muziek. Want ik denk, symfonie of zelfs, dat kan niet zonder muziek. Nee. En die kinderen en al die kruiwagens. Dus dat leefde. Het was gewoon een feestje. En je kunt het ook volgen op kruiwagenmars. Er staan allemaal filmpjes en foto's, dat kun je zien. En nu heeft het een vervolg gekregen. Want Jan Huytema, die is Europarlementariër. Mm-hmm. En Jan is boer. En Jan zou daarbij zijn in Den Haag. Maar hij kon niet. En toen maakte ik eigenlijk een grapje van... dan komen wij toch bij jou in Brussel. En Henry heeft weer een ander netwerk dan ik heb. En nu zijn we uitgenodigd door Frans Timmermans. Dus dat is gewoon prachtig. Ik zeg wel eens, Henry en grapjes of uitspraken, pas op. Want voor je het weet, wordt het nog werkelijkheid ook. Hè? Nou, dat is juist het mooie. Want de wereld zit vol rapporten. En het is allemaal wel beschreven hoe het moet en kan. Maar hoe krijg je de mensen in beweging? Dus ik denk met muziek en kunst... En beelden, hè? Dus de rapporten alleen is niet voldoende. Nee. Het moet iets in het hoofd gebeuren van de mensen. Ja, iets unieks. En dan met beelden. En we hebben, ons thema is leven, levende bodem. Dat is de fundering. Ja. En waarom is dan... laat ik eerst even het verhaal van de kruiwagens naar Frans Timmermans. Want het zijn de 100 waarmee je wil gaan lopen. Ja, minstens. Minstens. Dat is het doel. En waarom is het minimum dan 100? Dat is, weer gewoon net als die 7 jaar? Precies. Dat, we hopen van meer. Ja. En dus we hopen dat die 31 mei om 12:15 in Brussel... dat er veel meer mensen zijn met kruiwagens. Ja.
En mensen kunnen zich nu opgeven, want de route staat op internet. Dus je kunt een dag meelopen van Zundert naar Brussel. Mm-hmm. En Van Gogh is geboren in Zundert. En die heeft verschillende schilderijen gemaakt met kruiwagens. Dus dat is even de verbinding. Nog een stukje educatie hier ook. Wat willen we nog meer, zeg ik dan. Hè? Nou, je had het even over leven de bodem. Waarom is die... Nee, de bodem is ook wel aarde, maar waarom is juist die bodem zo belangrijk? Het is de fundering van onze maatschappij. En dat hebben we niet in de gaten. Mm-hmm. We zijn hier net vier huis. Ik hoop dat het goed gefundeerd is. Dus dan kan het over 100 jaar nog staan. Maar zonder goede fundering... Nou, dan komen de scheuren in de muur, gaat niet goed. En mensen hebben niet in de gaten hoe belangrijk die bodem is voor de fundering van de maatschappij. Het kan water bergen, humus opbouwen. En humus, wij zijn human beings, hè? Soil beings. We zijn afhankelijk van die aarde, daar ligt een handjevol aarde. En in een handjevol goede grond, vruchtbare grond, zit meer leven dan er mensen op aarde zijn. Beseffen wij ons dat? Sommige mensen beseffen zich dat. Ja. Hè? Maar heel veel mensen nee, niet. Nee, maar dat is bewustzijn. Ja. En dat is die 15 centimeter tussen je oren. En breng je dan ook dat bewustzijn, hè, dat die belangrijkheid van die bodem, van die aarde, juist ook met die kruiwagens dan naar Brussel? Ik denk dan dat het doel is. Dat is het idee. Ja. Dus we hopen dat bijvoorbeeld we lopen met grond. Je kunt een plantje meenemen en juist de verbinding. Het is nu een beetje bewolkt, maar alles begint met de zon. En ze noemen het wel eens vadertje zon. En jij bent vrouwelijk, maar het is moeder aarde. Ja, ja. En die verbinding daartussen, dat zijn planten. Nou ja, ergens, hè, als je het dan zo trekt, denk ik, ja, als je een vader en moeder hebt, krijg je... Als het goed is, als het een beetje lukt, ook kinderen. Ja. Kunnen we het dan zo zien dat als we de aarde hebben en de zon... dat je dan eigenlijk de bloemen en de planten en dat soort dingen als kinderen kan zien? Zo kun je het zien. En ik bedoel, ik vind altijd als je een boontje bijvoorbeeld zaait... en die komt boven, dat is net de geboorte. En wij hebben nu kleinkinderen en dan ga je ook een beetje anders nadenken... Die kleinkinderen, die maken denk ik 2100 mee, daar ga ik vanuit. Maar nu zeg je 2100 en denk je, nou ja, dat is wel een beetje ver weg. Maar als je dat zo bekijkt, is dat helemaal niet ver weg. Nee. En zoals we het nu doen, gaat dat niet lukken. Dat is even een beetje naar beneden. Ja, nou ja. Dat is, zoals we nu met de aarde omgaan en zoals ik zie hoe we wereldwijd landbouw bedrijven, dan gaat dat niet lukken. Nee. Maar een bodem... is heel vergevingsgezind. Die vergeeft ook weer. Dus als we stel dat we nu inderdaad goed voor die bodem en voor die aarde gaan zorgen... draaien we dan een bepaald proces van de negativiteit, draaien we die dan om? Absoluut, dat kan. Alleen zit dat een beetje tussen onze oren... dat wij nog niet bewust genoeg zijn van wat er nu allemaal speelt... en het vooruitschuiven misschien? Ik denk het, maar ik ben heel hoopvol. Hoor, stel, we hebben nu 1% van de mensen bereikt. Mm-hmm. Weet ik niet. Dan hebben we volgend jaar wel 2. En het jaar erop 4. En dan 8. En binnen 5 jaar hebben we 16% bereikt. Dat is de gulden snede. En als wij moeten stemmen om het ergens over eens te worden... dan moet je de helft plus 1 hebben. Maar voor verandering in maatschappij hoef je niet de 51%. Heb je aan 16% genoeg? Ja, dat is op zich natuurlijk een mooi streven. Nou, je noemde zelf al x aantal jaar. Je ging tot 5. Nou hebben ze in het Veerhuis natuurlijk het 7-jaarsplan opgezet... Ja. Waar sta jij over 7 jaar en hoe zie jij dan bijvoorbeeld de verbinding tussen jou en het Veerhuis? Ik denk dat het Veerhuis dan verbonden is met heel veel mensen die dit besef hebben. En ik ben heel hoopvol over heel veel jonge mensen die ik op dit moment ontmoet. We hebben woensdag op de bouwbeurs gestaan, Future Builders in Den Haag. En die mensen komen helemaal niet... Het zijn allemaal bouwmensen, zeg maar. Mm-hmm. Maar als je die vertelt over grond en dat het met elkaar verbonden is... ook dat bouwen... ja, dan ontmoet je prachtige jonge mensen. Dat is mijn hoop. Ja. Ja. En wat ga je als je in... waar was het ook alweer? In Brussel? Brussel, hè? Ja. In Brussel bent. Wat ga je Frans Timmermans zeggen? Wat ga je hem meegeven, de boodschap? De boodschap zal zijn een levende bodem... Mm-hmm. En ook
Europees gezien, wij hebben te weinig grondstoffen. En in Brussel wordt ook naar Nederland gekeken dat mest een probleem is. Mm-hmm. Maar mest is een kans. En wij zijn zelf, dat is het dubbele, alles wat je eet, koffie drinkt, thee drinkt, straks misschien een biertje drinkt, alles komt van een akker. En het gaat niet terug naar de akker. Dat is onhandig. Mm-hmm. Dus ik heb een keer Tour de Poep georganiseerd. En heb ik toen gemeten hoeveel nutriënten we zelf uitpoepen. En dan kwam ik bijna op 30 miljoen kilo fosfaat. Mensen zelf. Want wij eten vrij rijk, hè? Ja. En die koeien die poepen ook dikke 60 miljoen kilo. En er zijn koeien het probleem. Ja, dan begrijp ik iets niet. Nee. Wij zijn zelf het grote lek. Dat is... En weet je, het is nog veel krommer. We halen de fosfaten, dat zijn nutriënten om eiwitten onder andere te telen, uit Afrika. Naar Europa. Terwijl we ze hier volgens mij door meelwormen ook kunnen laten maken, toch? Nou, fosfaat is een grondstof, maar we poepen het uit. We vernietigen het. En het grootste gedeelte gaat onder de wegen, als slakken. Ja. En dat is niet volhoudbaar. Dat bedoel ik, mevrouw Fresco, die is de oude directeur geweest van Wageningen. En die vond het dan toch wel een beetje meevallen. Ze zei, er is wel voor 200 jaar fosfaat. Ja, wat is 200 jaar in de geschiedenis? Ja, niks. Dat is niks. Nee. Dus je moet dat wel even doordenken. Dus er is nog heel veel werk te doen. We hebben nog wel wat werk te doen. Ja, dus... maar gezamenlijk kun je veel werk verzetten, hè? Precies. Je ging nogmaals voor de mensen die meekijken, 31 mei. Ja, we starten op 22 mei, dat is maandag. En dat is Wereld Biodiversiteitsdag. Dan proberen we de agrarische scholen in Nederland in beweging. Dat gebeurt nu al, maar het moet ook. We zijn zomer 22 mei. Zeker. En dan gaan we 24 mei van start in Zundert naar Brussel. En op Kruiwagenmars, daar staat alle informatie. En als mensen denken, hé, ik vind het een goed idee. Wij zijn vanuit Symphony of Sounds gewoon begonnen. Maar we maken nu allerlei kosten, dat hindert niks. Nee. Maar we zouden het wel mooi vinden als... Mensen denken van, hé, dat vind ik sympathiek. Er zit ook een doneerknop op. Voor 15 of 25 euro kun je ons supporten. Zeg maar. Ja, kun je ons steunen. Ja, en kun je mooi de boodschap bij Frans Timmermans aan de deur brengen. Precies. Kijk, nou, ik ben heel benieuwd. Het Veerhuis gaat dit uiteraard ook volgen en ook meedoen hieraan. Dus dan komt het vanzelf wel bij mij hoe dat verder komt. Dus dan... blijf ik ook op de hoogte. Ik vond het fijn dat je er was. Ik wens je heel veel succes met de kruitocht naar Brussel. En we gaan elkaar ongetwijfeld nog een keer spreken. Dank je wel. Hartstikke bedankt. En mooi dat het komt. Dank je. Ja.